denk de we gaan naar de voorstelling. Het is de eerste keer dat we deze camera gebruiken. Maar het is er ook een vervangcamera. Dankzij mijn broer hebben we een camera meegekregen. Dus we moeten ook een beetje leren. Dus hier zit de kleine man en zo. Helemaal klaar voor zijn grote avontuur. We zijn ondertussen aangekomen. Het is een beetje vroeg, dus we zijn nog een beetje aan het wachten. Maar beter te vroeg en te laat, zeggen we dan. Dus wordt geëerd voor. Maar nu is het echt heel volk, maar straks is dat verspreid. Dus, we zien wel hoe ver we komen. En, ben je blij dat je aangekomen bent? Ja, ik ook. Daar heb je weer het brokkenpap en Piet Piraat. Wie heeft dat nog geweten? Medipark. En hier ligt de grote reus. Familie. En hij roomt echt wel hoor. Daar zit hij dan. Zijn eerste attractie helemaal alleen. En dat gaat het verband vinden. Maar eerst dat gaat vertrekken, gaat dat wel komen. We gaan nu eens kijken of we in de brandweer mogen met en zo. Dus we zijn een beetje aan het verdelen waar we allemaal in kunnen. En ze kan natuurlijk nog niet in heel veel. Maar we zijn een beetje aan het kijken waar en zo gaan we allemaal. Het belangrijkste is dat we van straks op tijd bij Woody staan. Dus we zijn een beetje aan het kijken wat we kunnen doen. Dus we gaan even hier aanschuiven bij de brandweer. Dit is Huis van Movies, iedereen kent die wel. Super leuk. Met zo'n karretje en zo. Wel leuk eigenlijk. Maar wij zelf gaan daar niet in, want ja, Enzo mag er nog niet in en zelf ga ik er ook nog in. Dus het is wel leuk om hem aan te zien. We zijn hier eventjes te poseren. Waarom? Daar, achter Enzo, mogen we niet. Mogen we niet dingen daar, die zone daar kunnen we nu niet binnen, omdat daar nu de VIP bezig is. Dus like, wie zal die moeten openen, denk ik dan. Daar zie je het goed. Dus die wordt geopend door Like Me. Ik had ook wat gelezen, maar ik dacht dat we dan toch gewoon ja, bij TikTok of zo konden gaan. Maar blijkbaar niet, ja. Dus dat wordt dus geopend door Like Me. Dat is natuurlijk wel een beetje lastig natuurlijk, want ja, hij mag niet overal in, dus we moeten even wachten. Maar we hebben natuurlijk nog tijd, want we moeten om 1 uur moeten gestipt bij hoe die zijn. Dus we zijn een beetje aan het kijken naar hoe wat er gaat gebeuren. Thank you.
minuten wachten om met Pumba op de foto te gaan. Ga maar naar Pumba. Heb je meestal voor de foto? Wij staan hier momenteel te wachten. We gaan straks wat aanschuiven. Maar dit is eigenlijk de plaats waar alle bv's eigenlijk op podium komen. De tent staat hier ook helemaal. Aan het tafeltje gaat straks Like Me gewoon staan. Hoe cool is dat dat wij hier gewoon staan? Dus ik kon het maar eventjes filmen, want je ziet dat wel vaak. Ja, hij is een beetje moedje aan het worden. Natuurlijk is het ook wel speciaal dat je kunt staan. We moeten eigenlijk nog heel lang aanschuiven. Maar het is wel cool om hier gewoon eventjes bewust te zijn dat we eigenlijk staan. Het is gewoon speciaal eigenlijk. Dus, Like Me als je het ziet. Dat is een hero ook, hè? Niet speciaal. We zitten hier nu te wachten. Maar en dan zal ik 40 minuten moeten wachten. Goed, dus het is nog even tijd. Maar we proberen alles vast te leggen op de vlog. Hallo. Hey. Zo cool. Hopla. Is dat een foto? Is dat een foto? Vlog? Camera, oké. Okay. Hallo. Hey. Een beetje naar rechts? Oké. 1, 2, 3, go go! Nog een keer. Geweldig. Ja. Dus dit zijn dus de fonteinen. Dankjewel. Ik zie dat ze allemaal sterretjes vliegen.
Deze is van Josje. Deze is van Jan Smit. Dan heb je nog de Afrikaanse kampioenen. Die zit. En hier zo. Nieuwe stadspader. Dus roept hij daar. Wilt u raam? En Samson en Gert. Dan ben ik kort en steen ernaast. Hè. Kom, we gaan die buggy halen. We gaan die buggy halen en zo. We gaan de buggy halen. We gaan de buggy halen. Maar dat is goed dat je die stenen teruglegt, hè. We moesten een steen tekort komen om die boom vast te houden, ja. Vond je het leuk om Marie te ontmoeten? Ik denk dat de beter niet zo gelukt zijn, maar... Hier is het Like Me gedeelte en daar TikTok. Maar we kunnen niet, met die bed is echt veel te druk. Dus dat doen we dan op een andere keer. Maar dit is dus de zone. Dus het is momenteel gewoon overal te druk. Dus we gaan richting de uitgang gaan. We worden ook al heel veel herkend vandaag, dat is echt normaal. Maar ja, het is een catnet bijeenkomst, dus dan is het altijd wel wat drukker. Dus dan gaan we kijken of we Samson en Marie een foto kunnen kopen al. Want ja, ze hebben wel ons gsm gegeven, maar hij staat er niet bij. Het zou zonde zijn dat hij zo lang heeft gewacht dat we dat nu die foto niet hebben. Dus daar gaan we eerst eens proberen aan te geraken. Voor de rest gaan we gewoon, ja, valt er niet meer veel te doen. Het is ook overal druk en ook niet overal op. Dus is dat ook het logische dingen dat we gaan doen. En dan kunnen we rustig op ons gemak naar huis geraken. Dus dat gaan we zo een beetje doen. De camera focust. Ja, het is natuurlijk mijn eigen camera. Maar het is echt wel... Gelukkig heeft hij niet veel meegemaakt van de wachtrij van Marie. Want hij was aan het slapen. Ik heb hem echt wakker moeten maken om op de foto te gaan. Het was wel leuk om dat te doen. Maar het was wel heel druk. Dus de goede vriendin kwam mee omdat we er op voorhand stonden. Dus dat was dan eigenlijk... Goed, maar nu is het echt wel heel druk en ja, we komen nog wel eens een keertje terug. Dus, en dan komt het helemaal goed, hè, jongeman. Wachten, wachten! Mama, voor deze betalen. Nee, nou, het is geen zorgspel, want je lust het niet, je eet het toch niet. Zo. Het is vooral proberen door te geraken zonder dat je iets tegenkomt of zo. Dat is vooral de bedoeling. Dus dat zijn we vooral aan het doen. Maar ik had de camera niet heel vaak zuiver doen, maar ja, het is wat het is. We zitten hier in de buggy. Ik vind het een beetje tof. Gelukkig hebben we al de meeste attractie van morgen gedaan. Nu is het echt wel een toestroom. Het park blijft ook tot 7 uur. Maar toch, dat gaan we niet doen. Dus, kijken naar mami. We gaan nu eens proberen aan te leggen. Dus we zijn nu net buiten. Ja, we hebben één foto gekocht van Marie. Omdat, dat is wel heel belangrijk. Natuurlijk, als je dan op de aardig schoven en hij staat niet meer op de foto, is dat natuurlijk niet leuk. Dus hier gaan we helemaal door. Als die zuiver wilt. Dat is mijn camera niet, dus ja. Ben
kijken voor de trein te pakken. Ik weet niet hoe laat de trein gaat zijn. Maar ja, we nemen. Dus hopelijk vonden jullie dit een leuke video. Zeker duim omhoog, vergeet niet te abonneren. Ja, we hebben heel weinig attracties gedaan. Ik weet het, maar dat is vooral ook omdat we heel vaak hebben moeten wachten op Marie, Samson en zo'n ding allemaal. Dat we eigenlijk heel veel moeten missen hebben en dat we niet over konden gaan. Ook omdat het nog wat te klein is. Maar ik hoop wel dat jullie het leuk vonden. En ja, we komen sowieso nog eens terug, sowieso. Dus de tram gaat passeren. Dus sowieso komen we terug. We lopen een beetje verkeerd. We gaan daar direct op. Dan komt het wel goed. Dus ja, het was echt heel leuk om hier rond te lopen met Enzo. Ik had eerst gedacht, het gaat niet zo goed lukken om aan te schelpen voor Marie. Omdat hij, ja, zo was goed als moe. Hij heeft echt heel hard zitten gapen. De beelden zijn ook niet goed gelukt tegen van Marie en Sam. Nee. Maar ja, we zien de beelden straks wel. Hele reis, dus we moeten zeker een uur of twee op de trein staan. Dus als we ooit blijven slapen hier, ooit, denk dat ik dan heel veel zou moeten sparen. Maar dan kunnen we natuurlijk wel langer blijven en dan kunnen we ook heel veel dingen doen. Maar ik zeg het, dat gaat momenteel niet. En wat vond jij ervan? Was je blij met Marie? Was je blij met Plopsaland? Vond je het leuk? Vond je het leuk? Ja, hij is een beetje moe, hij ziet het ook aan.